Goedemorgen, het is zondag 10 uur en leuk dat je weer kijkt en de zon schijnt. Yes, eindelijk. Dus, op de planning, boodschappen, een beetje rommel in huis, verjaardag, pokkie-outfit. En 11 minuten slaap, om precies te zijn, vannacht. Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan geen zeikvlogje maken vandaag. Ik ga mijn medicijnen nemen en dan ga ik even gaan mijn dingen doen. Dus, let's go. Tuffende met mijn andere chickie. Een keer. Hoi. Amsterdam. Was jij mijn vrije dag vandaag? Dus. Maar we hebben even een stoplicht issue. Die wil niet op groen gaan. Kutzondag. En ik lig gevoeld op de bank. Die slaapt. En ik ga van de pijn. Dus. Toch een zeikvlogje. En we moeten dan naar verjaardag dadelijk. Oh, hoe dan? Dus. Maar goed. We gaan het in ieder geval proberen. Ah, ben ik maar even geweest. En buiten schijnt de zon. Maar het is gewoon fucking winderig, man. Ik waai gewoon weg. Helemaal wasgoed om het wasmerk heen gedraaid. Klote zooi. Maar goed. Ik krijg een appje dat ik me moet aankleden, denk ik. Dus ik ga me aankleden naar mijn verjaardag. Oké, ja, even gauw outfit of the day foto's voor Rachel, die daar een blogpost over gaat maken. Dus mijn nieuwe blogpost aan. Dus ja. Er komt een nieuwe blogpost aan. Ik ga boven kruipen. Waar ik ga staan, ga jij met de camera zo voor me staan. Ja, ik ben nogal bewegelijk vandaag. Gaat ze weer. Ik zoek goed licht. Kijk, het is goed licht. Kijk, hoe vinden jullie haar mooie? Ik dacht ook eerst in instantie blauwe, maar ze heeft groene blauwe. Ik heb geen blauwe ogen. Iedereen denkt dat ik blauwe ogen heb, maar ik heb absoluut geen blauwe ogen. Wij hebben allebei dezelfde kleur ogen. Ik heb groen-grijs ogen. Maar goed, ik ga het even gauw een wasje aanzetten. Weet je wat, neem jij het even lekker over. Ja. Oh, ook goed. Doei. Doei. Oké, mag ik over vanmiddag vertellen of zo? Oké. Nou, wij gaan dadelijk... Ik weet eigenlijk niet hoe laat, maar het is eigenlijk om 3 uur gaan wij naar een verjaardag van mijn vriendin toe. Oh. Die is jarig. Die is 13 geworden. En ik had natuurlijk de dag vroeger en vond ik wel leuk, alleen het busje is van Nio. Maar helemaal niet uit. Ik ben best wel eigenlijk verkouden. Dat horen jullie ook aan mij. Ik weet niet of ik op de microfoon zit. Maar jij het. Dus wij gaan naar mijn verjaardag toe. Ik voel me nog steeds lullig. Dus ja. Doei. Oh. Oké. Ze is er ook weer. Hallo. Outfit of the day. Oh, het is helemaal foto's verschieten. Ja. Oh, dat gaan we wel gelijk eerst even doen. En ik ga serieus in mijn trainingsbroek naar verjaardag. En we gaan onderweg. Toch, Has? Zie. Heb je een envelop? Ja, die heb ik. Let's go. Van de fiets. Hallo. Hallo. Hoi. Gefeliciteerd. Dat zijn. Grand Prix van Rusland een beetje verveeld. Het was een saaie race, zei Jarno. Kun je een meisje mogen?
Bottas heeft vrijwel niemand gezien onderweg. Hij reed overal tussenin en eindigde als vijfde. Valtteri Bottas. Zo, het is half acht. Ik had al lang op bed moeten liggen. Het was wel even gezellig op de verjaardag, maar ik hield het echt niet meer uit. Dus naar huis gaan we wel gegeten. En toen begon drama, dus ik ga het lekker mijn make-upje eraf halen. En dan ga ik proberen te slapen en mijn record te verbeteren. 11 minuten slaap vannacht, dat was niet veel. En ik ben nu echt heel moe. Echt heel moe. Dus ik ga het vlogje afsluiten. Bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei.